Nou, zoals je kan zien zitten we nu in een hotel. Dat was voorheen de Wiebar, maar dat is nu Hotel Sleutelwoord. 10 jonge schrijvers hebben we voor 24 uur opgesloten. De timer is net aangegaan. En in die 24 uur krijgen ze workshops van andere schrijvers die al meer ervaring hebben. En na die 24 uur moeten ze een korte verhaal, wat ze schrijven, moeten ze opdragen aan publiek. Nou, ik kwam inderdaad binnen en ik werd netjes begeleid naar het incheckgedeelte van het hotel. Daar kreeg ik een sleutel van Snoep. En toen werd ik naar boven toe gebracht en toen mocht ik een bed uitzoeken. En daar heb ik mijn spullen neergezet. Het thema is natuurlijk de nacht. En ik moest gelijk denken aan het nummer van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Hij zingt daarover die je normaal gesproken alleen in films ziet. Toen dacht ik, nou, hoe ziet die film er dan uit? En misschien kan ik precies het tegenovergestelde schrijven wat Guus eigenlijk bedoelde in die film. Nou, ik ben een beetje begonnen met door Pinterest scrollen om ideeën op te doen. En ik denk dat ik een beetje misschien wat andere korte verhalen ga lezen die ook de nacht als thema hebben. En dan ga ik maar gewoon beginnen met wat schrijven. En als ik het leuk vind, dan begin ik aan een ander verhaal dat ook de nacht als thema heeft. En zo doe ik het meestal een beetje als ik een opdracht heb. Dit is dus waar ik ga slapen. Ik heb nog niks klaargelegd. Ik heb alleen gekeken of ik een hoodie mee had. Dat is niet zo. Wat vind je van de plant? Van de plant? Oh, ja, die is wel leuk. Ik hou wel van planten, dus die heb ik niet. Dus dat is wel grappig. Het is een wedstrijd, maar dat voel je eigenlijk niet. Ze zijn super lief voor elkaar en vooral heel nieuwsgierig naar elkaar. Rond een uurtje of twee morgen is er een generale repetitie. De jury gaat dan jureren en daar komt een winnaar uit. Ik ben dus ook heel blij dat ik zelf niet hoef te jureren. Ik mag alleen hosten, dus dat vind ik wel heel fijn. En de winnaar gaat dan hier opdragen, voor familie nog. Maar wordt dan zo snel mogelijk met een bakfiets naar de opening van Letterlijk Leiden Festival gebracht. Want die mag daar ook helpen met het festival te openen.